Goedemiddag iedereen. Welkom iedereen bij een nieuwe video van Blu-ray Daddy 82. Let's go! Yo! Ja man, waarom eigenlijk? Ja, welkom terug voor een nieuwe video. Ik ben naar de rommelmarkt geweest. Ja, en ik ben heel slim geweest om mijn camera te vergeten. Haha, super tof. Dus ik had alles klaargelegd. Was zo enthousiast om te vertrekken naar de rommelmarkt. Ik pak al op mijn grief. Ik ben weg. Ik kom op de rommelmarkt. En ik wil mijn camera pakken vanuit mijn rugzak. En poetsie! Camera niet mee. Ja man. Ja, geen probleem. Ik had echt geen goed zin om volledig terug te gaan naar huis. En dan met een camera te gaan halen. Pff, ik had er echt geen zin in. Dus het is wat het is. Ik ga gewoon alles tonen wat ik gekocht heb. Het was een rommelmarkt in Tasche. Noemt het Tasse? Ja, in Tasse. Dat is een klein dorpje van Ardooien. Of dat ligt naast Ardooien. Ik weet niet hoe dat juist zit. Het is al sinds het wat raars. Laten we zeggen dat het gewoon in Ardooien was, de rommelmarkt. Schoon een grote rommelmarkt. Het was ook mega goed weer, want heel de week was het aan het regenen. En van de morgen was de zon. Lijkt dat dat zo geluid maakt. Komt zo buiten. Zo'n hele dag. Ja, man. Dus ja, we gaan een keer tonen wat we allemaal gekocht hebben. Het zijn in totaal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 titels, dames en heren, waarvan 0 Blu-rays. Ik zou mij beter DVD Daddy noemen, of DVD Daddy, of DVD Daddy, of ja, weet ik veel, maar hoe ja. Ja, niet aan te doen, er was geen enkele Blu-ray. Er was dus geen enkele Blu-ray dat er lag. En ja, het is wat het is, mensen. Maar ik heb wel een paar goede titels waar ik wel blij mee ben. Plus dat ik nog een viertal strips heb. En dat is de verrassing voor op het einde, hè? Hohoho, je kijkt er naar uit, hè? Ik zie het! Ik zie het! Ja, man. Oké. De eerste titel dat we gaan tonen, by the way, het was allemaal een euro het stuk. Allemaal. Voilà. Dus de eerste titel dat ik ga tonen is een komedie, een horrorcomedie. En dat is Shaun of the Dead. Oh yeah. Ja, oké, dus Shaun of the Dead heb ik nog niet gezien. Of misschien wel, maar het is al, toen al super lang geleden. Ik herinner mij als er niks meer van, maar ik denk dat ik hem nog niet gezien heb. Shaun of the Dead. Voilà zie. Dan de volgende heb ik wel al gezien, maar ik heb enkel maar de laatste, denk ik, uit de collectie. En dat is American Pie 2. Ik heb ook over het laatst de dier gezien. Hoe noemt ze zijn nu weer? Ik ben het gewoon even vergeten. Ah, Tara Reid heb ik over het laatst gezien in Comic-Con Holland. En damn, die zag er bescheiden uit. Dat was niet normaal hoe slecht dat ze eruit zag, maar ja, niet aan te doen. Hier ziet ze er mega goed uit, maar ja, natuurlijk drugs en alcohol en andere problemen. Ja, dat kan wel een keer uw gezichtje wel verzeiken zo. Dus American Pie 2, voilà. Dan de volgende film is met Liam Neeson. Dat is ook een goede film. Ik denk dat er drie van bestaan. Ik ben niet zeker, maar ik denk van wel. Dat is Darkman. Blij dat ik die gevonden heb. Dat is al super lang geleden dat ik dat gezien heb. Ik kan me er zelfs echt niet meer van herinneren over wat dat zelfs gaat. Maar wel blij dat ik hem gevonden heb. En zeker in die editie. Ik vind dat een schone cover. Voilà, Darkman. Dan de volgende is een western. Want ik moet zeggen, zult dat wel volgende week zien. Pardon, ik heb nu ondertussen al twee westerns bekeken. Pijs dat ik in mijn leven ja, echt nog niet veel westerns gezien heb. Maar ik heb er nu eentje bekeken met Clint Eastwood. Ik heb er dan nog eentje bekeken met Clint Eastwood. En ik was echt aangenaam verrast. Echt waar. En daarom heb ik nu nog één gevonden op de rommelmarkt. En dat was Pale Rider. Voilà. Dus ik ken het niet. Ik weet niet hoe wat het gaat. Totaal niet. Maar wel blij dat ik hem gevonden heb. Want ik ben zo lekker een beetje in mijn westerns aan het geraken. Dus we gaan daar gewoon zo'n beetje in voortdoen zo.
Voilà, de volgende film is een super goeie film. Met Mel Gibson. En dat is Signs. Super goeie film. Hè? Dat is echt een topper. Voilà. Als je dat nog niet gezien hebt, dat is echt een super, super goeie film. Dan, de volgende film heb ik nog niet gezien. Maar ik heb vannacht een keer gelezen. Het zag er wel cool uit. Het is met Stone Cold Steve Austin en Vinnie Jones. Dat is The Condemned. Condemned of Condemned? Ik weet het niet. Condens. voilà. Een ding. Het zag er wel lekker wel tof uit. Leuk. Dan de volgende film ken ik ook totaal niet. Maar ik heb hier van achterdien een acteur gezien die meedoet. En dat is wel een bekend. Ik weet ook niet hoe dat hij noemt. Is dat Joel Edgerton? Zo wat kunnen. Een ding hier. Ja. Ik had het niet zo gezien, maar ja, ik weet het niet. En dat is It Comes at Night. Ik denk dat dat een horrorfilm is. Je kunt eigenlijk niet veel zien van de cover. Hier zie je gewoon zo eentje met een lampje lopen, het is al. Maar ik had het ook van achter gelezen en het zag er eigenlijk ook wel goed uit. Dus ben wel een keer benieuwd. En dan de volgende heb ik vroeger veel gezien. Heb ik zelfs nog gehad op VHS, zo op cassette. Met Christopher Lambert. Of Lambert, of Lambert, Camembert, oh oui, oui, oui. Dat is Fortress, voilà. Ik denk dat er daar twee van bestaan. De eerste vond ik echt wel een goede film vroeger. Dus blij dat ik die gevonden heb. Voor 1 euro. En dan de volgende is ook een horrorfilm. Ik heb een tweede onlangs gekocht in Mediamarkt voor, denk, 3 euro of zo. En dat is de eerste, dat is Silent Hill. Dus ik heb ze alle twee nog niet gezien, dus ben wel een keer benieuwd. Dat is ook van een spelletje, denk ik, Silent Hill. Maar ik speel geen spelletjes, dus ik weet het niet. Dus dat waren al de films. En dan heb ik nog iets tof gevonden. Dat waren 4 strips voor een euro het stuk, mensen. Een euro het stuk. Ik dacht, allee, dat is toch echt niet veel. En dat is, ik ga het even tonen, zie. Strips van The Walking Dead. Ze zijn zo goed als nieuw. En dat was een euro het stuk. Dus we hebben hier de eerste. Zo. Dan de tweede. De derde. En de vierde. Dus ik vond dat wel echt zot. 4 euro voor die 4 strips. En ik denk dat er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Staat er hier van achter. Hier staan er 8 op. Bestaan er daar meer van? Ik weet het niet. Mensen, als het gulder weet, laat het mij een keer weten. Het is alles van sylvesterstrips.com. Dus als je het een keer wilt opzoeken of zo voor mij, weet ik veel. Tof. En laat me een keer weten hoeveel strips dan er daarvan bestaan. Ze zijn wel volledig wit-zwart, maar dat heeft wel een vibe. Hè? Het heeft wel een vibe. Dat zou Rimzi zeggen, denk ik. Of zo. Dus een euro het stuk voor die mega schone strips is alles niet veel. Dus blij dat ik dat gevonden heb. Voilà mensen, dat was de video. Allemaal bedankt om te kijken. Morgen ga ik terug naar een rommelmarkt gaan. Er is een rommelmarkt in Izegem. Er is een rommelmarkt in Oosterozenbeke. Was er ook een. En Langemark is er een. Dus er zijn verschillende rommelmarkten. Had er ook naartoe, want het gaat sowieso wel tof zijn. Of zoiets. Goed, oké. Allee, allemaal bedankt om te kijken. Like de video en je weet het, hè. Salut!